We hadden hier een mooi stuk grond gevonden en dan is uiteraard van hoe gaan we het nu doen. En in die periode hebben we eigenlijk contact gehad met verschillende vrienden van ons die bezig zijn met duurzaamheid, bewust zijn met de materialen die je gebruikt. En zo zijn we eigenlijk heel snel op het concept gekomen van houtskeletbouw. We hebben onszelf een beetje verdiept in de materie en dan heel snel contact opgenomen eigenlijk met de Walen zelf tijdens Battibouw. Een heel goed gesprek, dan een kijkwoning bezocht en dan was eigenlijk de kogel door de kerk. Dus eigenlijk hebben we het huis op de bovenverdieping in drie delen onderverdeeld. We hebben een vleugel gemaakt voor de kinderen, dus met hun slaapkamers, hun berging, hun eigen douche. En dan anderzijds een gedeelte voor mijn vrouw en mijzelf, dat wij zelf een grote badkamer hebben. Sauna erin en dan onze slaapkamer, mooi gescheiden van de kinderen, dus iedereen doet zijn ding. En dan ook een klein gedeelte bureelruimte bovenin gericht. We zijn dan bij de Walen geweest, heel goed gesprek gehad, dan zie je dat is professioneel. Het is niet alleen tijdens de bouw dat ze professioneel zijn, maar ook de dienst na verkoop. Het eerste jaar, tweede jaar, derde jaar, vierde jaar, ze blijven komen. En dat is super natuurlijk.